Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94. Ik heb ontzettende tegenlicht, want ik neem dit 's avonds op terwijl de zon aan het ondergaan is en dat is precies daar. Het is vandaag vrijdag de 17e en ik denk dat jullie dit weekend deze video zien. Nu is het natuurlijk zo dat we midden in een heftige periode zitten waarin ik hoopte dat het eigenlijk allemaal niet zo was en dat ik allemaal lekker video's kon opnemen met gezellige mensen en dergelijke. Maar dat is even niet zo het geval. Daar heb ik al heel kort in mijn opgemaakt video verteld, die even natuurlijk snel tussendoor kwam. Ik ben de afgelopen weken bezig geweest met proberen om video's te uploaden. Als ik me niet vergis, zou deze video de video moeten zijn dat ik weer een beetje sync loop. En dan maandag weer een nieuwe video. Die heb ik al, dat ik die nog moet gaan editen, zo wil ik dit weekend gaan doen. Maar ik vond het dus belangrijk om een update te geven, want ik wilde eigenlijk een aantal video's, had ik al opgenomen, maar uiteindelijk ben ik toch dat ik denk van ja, daar ben ik toch niet tevreden mee, dus die ga ik niet uploaden. Daardoor kunnen een aantal video's een beetje rommelig zijn, maar ik denk dat ik nu ongeveer loop met dat ik kleine vooruitplanningjes maak. Dus ik heb zeg maar nu 2 video's opgenomen die ik moet gaan editen, waarvan dan de eerste maandag online komt en de andere dan een week later. Zoals jullie zien zit ik niet in mijn normale setup. Ik zit in een heel oude setup. Dit is namelijk mijn oude kamertje. En nu is het zo dat ik de laatste periode vlog ik een soort van een beetje achter iets. En het gaat even de laatste tijd niet zo heel lekker met mij. Ik merk dat ik heel veel last heb van alle veranderingen. Ik kreeg echt een super lief berichtje van Vrouwkje laatst. Want voor de mensen die mij langer volgen, die weten misschien dat ik onder andere autisme heb. En nu is het zo dat deze periode natuurlijk echt vol onverwachte dingen zit. Absoluut niet structuurgericht is. Ja, ik merk dat ik tegen heel veel blokkades aanloop. Ik merk dat ik mijn vrijheden, of hoe zeg je dat, vrije tijdsdingen, moet afkaderen. Ik ben eigenlijk heel veel bezig met lezen en Animal Crossing. Maar ik merk dat alle prikkels om me heen heel veel zijn. Dus ik trek me heel veel terug in mijn oude kamertje. Ik slaap nu ongeveer een weekje bij mijn ouders. En ik weet gewoon even nog niet zo goed voor hoe lang dit is. Dus ik dacht, ik vind het wel belangrijk om jullie even een update te geven. Ook omdat ik dus wat video's vooruit heb gewerkt. En ik ben dus hier los van aan het vloggen. Ik neem het op met de camera waarmee ik normaal altijd mijn video's opneem. Ik heb ook nog een vlogcamera. Die oplader heb ik natuurlijk weer eens niet bij. Maar deze camera is al een hele periode heel raar aan het doen. En hiermee film ik ook de vlogstukjes. Ik kreeg dat ook heel moeilijk aan. Ik heb het idee dat het schermpje een beetje kapot gaan is. Dus ik... Ja, het is natuurlijk geen tijd om nu grote uitgaven te doen, maar ik vrees ervoor dat ik binnenkort een nieuwe camera moet gaan kopen. Ja, verder had ik nog wel wat dingen die ik met jullie wilde bespreken, of in ieder geval die ik wilde delen. Ik vind het dus belangrijk om wat dingen recht te trekken. Ik denk dat ik deze periode, aangezien het nog zo onduidelijk is over hoe lang het allemaal gaat duren, dat ik de komende periode wel wat vaker van dit soort updates ga maken, want ik wil niet te veel geld uitgeven aan beauty dingen. Ik wil niet te veel onnodige uitgaven doen, bedoel ik daarmee. Ik heb nog een hoop liggen. Even slok drinken. Ik heb nog een hoop liggen waar ik dingen mee wil doen. Maar nu is het natuurlijk ook heel lekker weer aan het worden. En dan heb ik het niet echt idee dat ik make-up moet dragen. Ik vind het heel moeilijk om me ergens toe te zetten deze periode. Ik merk dat die afkadering van doen met de spullen die ik nu bij heb mij heel erg helpt. Ik wil deze video al ongeveer een week maken, omdat de situatie nu dus anders is. Ik merk ook dat het vloggen, ja, in het begin pakte ik regelmatig mijn camera erbij, maar dan daarna toch weer niet. Ik heb ook nog een heel leuk idee gehad voor Meatless Monday. Daarover komt later meer, maar dat wou ik dus ook gaan vastleggen, omdat ik daar ook alweer 3 weken aan het uitstellen was. En inmiddels hebben we nu de 4e week gehad. En heb ik dat niet gefilmd. En nu is de situatie dus weer anders. Dus ik, ja, moet even kijken hoe ik dat allemaal ga aanpakken. Het is even lastig nu voor mij. Ik merk dat ik heel veel moeilijkheden mee heb. Dus ik vond het heel lief dat Vrouwkje mijn berichtje stuurde. Hartjes voor Vrouwkje allemaal, jongens. Ja, ze stuurde dus, want ik heb dat volgens mij helemaal niet gezegd. Van ze snapte dat deze periode heel heftig voor mij was. En ze vroeg eigenlijk hoe het ging en zo. En ja, ik vind het al moeilijk om daar antwoord op te geven. Omdat ik eigenlijk alleen maar denk van, nee, mijn planning, mijn structuur, mijn leven was net een beetje op de rit. Dat klinkt heel drastisch, maar ik bedoel wel echt, ik had net even weer lekker zo'n flow. En dan voel ik me nu toch weer alsof je tegen zo'n muur aan loopt. Weet je, als het buiten kei warm is en je komt van binnen uit de supermarkt of zo. En je hebt lekker airconditioning gehad. En dan kom je weer buiten en dan zo,
tegen die muur loop je dan aan. En dat gevoel heb ik nu ook. Dat ik denk, oké, en terug. En dan loop ik vast. En dan komt net op tijd Animal Crossing in je leven. Die ik echt al super lang gepreorderd had. En dan zit je de hele dag Animal Crossing te spelen. En dan heb je zo wel meer dan 400 uur ongeveer in Animal Crossing zitten. Nee, oké, dat is misschien overdreven. Maar ik had wel meer dan 310 uur in zitten. Nou is het niet zo dat ik altijd heb gespeeld. Want ik heb ook heel vaak het achtergrondmuziekje gewoon op achtergrond gehouden. Maar ja, op een gegeven moment denk ik ook van, daar heb ik ook helemaal geen zin meer in. En bij mij zakt heel snel de moed in mijn schoenen. Ik merk nu ook wel een beetje, ik ben boeken aan het lezen, dat vind ik wel leuk, maar ik weet het niet. Dus ja, ik hoop gewoon dat ik nog wat lekker wat video's kan gaan editen van het weekend. Dat ik me daar even op kan focussen. Ik probeer ook mijn afspraken die ik heb, zeg maar één op één contact, probeer ik wel nog met omstandigheden door te laten gaan. Al is het alleen maar videobellen of zo, of... Ja, ik hou echt niet van bellen, maar ik vind videobellen dan toch weer iets makkelijker of zo. Dus ja, en verder probeer ik gewoon met ja af en toe een keer iemand een appje te sturen of zo. Ik vind het ook heel rot, want eigenlijk is nu vorig weekend, paasweekend, is mijn nichtje bevallen. En ik wil heel graag bij haar zijn en wij zijn echt twee handen op één buik. Dus ik heb echt iets van... Het voelt zo rot dat ik haar nu niet kan ondersteunen en zo. Nou, ik wil niet gaan janken. Ik ga het hier niet over hebben. Uit principe noem ik haar naam ook niet. Vertel ik ook niks over het kindje of wat dan ook. Maar het is natuurlijk het liefst wat je wil als je net moeder bent geworden voor het eerst. Dat je dan je familie, je ouders, wat dan ook om je heen wil hebben. Ik ben enig kind, dus ik heb verder geen broers of zusjes. Dus voor mij voelt het een beetje alsof ik haar... Ja, toch een soort van zus of zo contact heb. Als zijnde dat ze mijn nichtje is en... Ja, we hebben zo goed contact samen, dus het voelt gewoon een beetje rot dat ik dan haar niet kan helpen. Dat ik niet kan zeggen van, hey, als er iets is, ben er voor je. Ik heb sowieso al geen auto, dus ik kan dan niet zeggen van, ik ontlast je met boodschappen. Gelukkig heeft ze ook gewoon een man en is ze niet alleenstaande moeder of zo. Ze heeft natuurlijk heel veel goede, gewoon echt haar ouders en stiefmoeder. Een moment, je moet... Nee, ik hoef helemaal niks, Siri. Ik moet helemaal niks. En stiefvader en weet ik het allemaal, hele lieve familie, zus, die gewoon nog wel dingen voor kunnen, schoonfamilie, schoonbroer, schoonzus, weet ik het wel allemaal. Dus ook niks om mij over te bekommeren, maar ik voel me dan nog meer geblokkeerd in wat ik al was ofzo. Dus ja, ik probeer af en toe een keer een appje te sturen van, hey, hoe is het? Ja, ik kan niet zeggen, kom even lekker theetje doen ofzo, weet je wel? Dus ja, dat vind ik lastig. En ik vind eigenlijk alles lastig, want alles is nu raar. Alles wat je op tv ziet, dat mensen dicht bij elkaar staan, elkaar een knuffel geven, elkaar een hand geven. Ah nee, mag niet! En dat is natuurlijk voor mij eigenlijk... Ik sla daar een beetje in door. Als autist zijnde heb ik heel erg het idee van, mag niet, dus het mag ook echt niet. Er is geen grijs gebied of zo in dat opzicht, omdat het zo'n vaag onderwerp is. Kijk, als ze zeggen van, je moet winkelkarretjes gebruiken... Is heel duidelijk voor mij. Normaal staat er de optie winkelkarretje, winkelmandje. En dan heb ik zoiets van, kan ik ook niks hebben als ik twee dingen nodig heb? En nu is het echt van, oké, ja, je moet een winkelkar pakken. Oké, ja, wat nou als ik maar één ding nodig heb en ze hebben het niet? Dan blokkeer ik gewoon. Dus ik merk ook, ik had altijd moeite met boodschappen doen in mijn eentje. Dus ik ging altijd met mijn vader zeg maar de weekboodschappen doen. En toen in één keer hoorde ik dat iemand met één persoon de winkel in mocht. Toen blokkeerde ik echt. Ik was echt... Ik denk dat ik toen er nou ja, bijna een week van een soort van in shock mee was. En ik had echt iets van, ja maar, weet je die paniekreactie? Maar wat nou? Hoe kan ik nou boodschap doen? Hoe moet ik boodschap doen? Moet ik daar alles gaan bestellen? En wat als ze het niet hebben? Of moet ik papa dingen laten halen? Of wat moet ik doen? En uiteindelijk, Hachi. Nee, toch niet. Uiteindelijk hebben we gewoon de optie genomen van, zit trouwens al de hele tijd hier een BH. Super charming. Nou ja, maakt op zich verder ook niks uit. Toen hebben we de optie gepakt dat we gewoon allebei een kar pakken. En desnoods haalt hij wat spullen aan de ene kant en ik aan de andere kant. Of hij doet zijn eigen boodschappen of wat dan ook. Ja, het is heel veel oplossingen denken en ik loop daar heel snel in vast. Dus ja, ik hoop dat ik deze video nog een beetje kan gaan inkorten. Want ik had heel veel te vertellen.
Ik heb nog steeds het idee dat ik niet alles heb verteld. Ik heb het ook niet goed uitgewerkt voor mezelf. Gewoon omdat ik hier zit dan denk, oh, ik pak mijn boekje erbij. Oh nee, ligt thuis. Oh, pak even pen en papier. Oh nee, ligt weer beneden. En zo zit ik al de hele dag te sjoemelen of te piepen. Dus ja, ik hoop dat ik nog bij jullie een beetje up-to-date zijn van mijn gemoedstoestand. Ik probeer wel meer mijn uploadschema op te pakken, maar dan weten jullie in ieder geval waarom het de afgelopen tijd een beetje rommelig is geweest. Ja, in de vorige video zei ik ook al 3 video's in 1 keer. Nou ja, dat was ook niet echt gelukt. Ik heb maandag voor jullie als het goed is een kruidvat video voor jullie. Zeg ik dat goed? Een kruidvat review, eerste indruk, weet ik het wat allemaal. Of is die al online geweest? Ik zie hem, ik weet het niet eens meer. In ieder geval hoop ik dat deze video dus in het weekend online komt. Ik denk dat ik die, als ik er vanavond geen tijd meer voor heb, dat ik hem morgen ga editen. Dan ga ik hem proberen om ook meteen in te plannen of online te gooien. Allebei. En dan ga ik ook meteen proberen om een begin te maken aan de video die maandag online moet komen. Zodat die uiterlijk zondag ingepland kan worden. Dan kan ik eventueel zondag nog gaan verder werken. En dan heb ik volgende week eigenlijk de hele week om de video voor de week daarna te editen. Want als het goed is die ook opgenomen. Ik zit te denken, als ik dus die kruidvatvideo online heb staan, dan is die andere video dus niet... Siri, hou je mond! Is die andere video, zeg maar, ook een kruidvatvideo? Ik heb al een video voor de week daarna. Maar als die kruidvatvideo al online is geweest, dan is die andere video voor maandag. En, maar ik heb nog een andere video. Ik heb namelijk ook nog een boekenvideo. En die wil ik eigenlijk nog ertussenin proppen. Dus ik heb toch wel 2 video's. En anders 3. Maar... ja, het is even roeien met de riemen die we hebben, zeggen ze wel eens ooit. Ja, dan ga ik toch maar een einde breien aan deze video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor het luisteren naar mijn gezever. Ik vond het wel even noodzaak om jullie even te updaten. Waarom het even, ja, dat ook even niet zo goed gaat met mij. En mochten er dus video's opgenomen worden in deze setting, dan weten jullie dat ook. Want een paar maanden geleden was ik ook hier. En toen ging het ook even niet zo goed met mij. En toen heb ik hier ook video's opgenomen. Die heb ik dus inmiddels verwijderd. Want die moesten eigenlijk rond deze tijd online komen. En dan vond ik allemaal zo rommelig. En was ik niet tevreden over. Toen was het nog winter. Dus toen was het ook heel donker toen ik hier zat op te nemen. En dat was allemaal nee. Genoeg geluiter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Alle liefde voor jullie. Voor Vrouwtje. Voor iedereen. Heb je tips voor mij? Voor video's? Of gewoon voor mijn... ja, mijn hoofd? Let me know. Ja, probeer er het beste van te maken. En ik zie jullie maandag dan met een nieuwe video. Of ik zie jullie niet, maar jullie zien mij maandag met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en tot ziens.